Warme William luistert. Zit je met iets? Praat erover. Warme William luistert. Hey luisteraar, fijn je weer te mogen ontmoeten voor een nieuwe aflevering van Warme William luistert. In deze aflevering hebben we onze beste vriendin op bezoek, Lotte van Wezemaal. Ze is niet alleen seksuologe en psychologe, maar ook ambassadrice van Warme William. Ben je een radiodier? Dan ken je haar zeker van M&M. Eerder een televisieminnaar? Dan zag je haar misschien al in De Slimste Mens, De Koek en Verhulst Show of misschien onlangs nog in Dancing with the Stars. Laat ons meteen met de deur in huis vallen. Lotte, hoe gaat het met jou? Oeh, op dit moment, letterlijk, ik zit met een gebroken been, dus niet zo goed. Maar op zich voel ik me mentaal wel oké. Ik heb nu pas Dancing with the Stars, heel het avontuur achter de rug. En ik ben mezelf daar wel tegengekomen, zowel op fysiek vlak als op mentaal vlak. Maar dat heeft me wel laten stilstaan bij heel wat dingen of zo, of dingen waar ik nog aan moet werken. Maar eigenlijk heb ik er wel een bepaalde rust of zo in gevonden. Maar het gaat wel met mij, ja, denk ik. Behalve het feit dat ik niet kan doen wat ik wil doen, omdat ik een beetje beperkt ben op dit moment. Maar ça va. En ik zit ook midden in verbouwingen en ik ben met heel veel tegelijk bezig. Dus af en toe een beetje verplichte rust is misschien eens goed voor mijn hoofdje, denk ik. Ja. Rusten dus. Lang uit in de zetel met de beentjes omhoog. De ideale tijd om even terug te blikken. Speciaal voor jou duikt Lotte terug in de tijd. We hebben het over hoe ze als kind zorgeloos door de straten van haar wijk struinde. Lotte vertelt hoe ze er speelde tot de potten op tafel kwamen. En midden in haar zin komt er plots een andere jeugdherinnering overvliegen. Luister maar. Dus dan hoorde je zo tegen etenstijd of tegen bedtijd, hoorde je alle mama's en papa's begonnen dan te roepen van kom naar binnen of het is etenstijd. Dus sommigen hadden nog een belken of weet ik veel. Dus dat was wel heel fijn. Ik heb er wel goede herinneringen aan. Er komt ook een F-16 over op dit moment. Dat gebeurt hier dagelijks. Hè? Want ja, ik woon hier dichtbij Kleine Brogel, dus de militaire basis is hier vlakbij. Maar eigenlijk, dat is ook nog een goeie. Iedereen die hier komt, denkt altijd van oh, een F-16 en die verschieten. Dat voor mij is eigenlijk rustgevend. Ik ben dat zo wel gewoon. En vroeger was het zo op dinsdag vliegavond en dan zette ik ook altijd mijn raam open, omdat ik dan in slaap kon vallen met de vliegtuiggeluiden. Ja, echt waar. Dat was echt wel leuk. Sommigen dromen ervan om de adrenaline door hun lijf te laten gieren als F-16-piloot. Anderen willen er gewoon naar luisteren. Ieder zijn ding natuurlijk, toch? Maar hoe hard je ook kan dromen, de werkelijkheid blijft niet voor eeuwig alleen maar geweldig. De overstap naar het secundair is ook voor Lotte een sleutelmoment. Ik was dan inderdaad zo wat meisje-meisje. Zo nog wat kinderlijk, om het zo te zeggen, met staartjes. Ik had nog K3 kleren. Zo, die dingen allemaal. Dus zo heel kleurrijk gekleed. Ik was ook best, niet per se een strevertje, ik vind dat zo'n stom woord. Maar ik had de goede punten. Dus dan word je vaak al zo wel eruit gepikt. Hè? Zo studentje, zo strevertje, als je het dan zo moet noemen. Dus er waren een aantal jongens in de klas die dan wel begonnen met opmerkingen maken. En dan evolueerde dat wel naar meer gepest of zo. De ene keer is het ook wel geweest dat ze mij fysiek hebben aangevallen op school. Maar daar is het dan ook wel bij gebleven. Maar dat is de ene keer gebeurd. Dus ja, zo van die dingen een beetje. Dus dat is een jaar lang geweest. Maar het was nu niet dat dat dagelijks was dat ik gepest werd. Maar dat was eerder zo, af en toe kwam dat eens voor of zo. Want er waren wel meerdere meisjes of zo in de klas die af en toe wel eens een opmerking kregen van de jongens. Maar dat was zo typisch. En ik dacht van, oh ja, dat zal wel normaal zijn hoe het hier gaat. Of dat is gewoon omdat ik er nog niet bij hoor of zo. Maar dat was wel best moeilijk voor mij, die periode. Ja, toen natuurlijk wist ik niet van, oké, waarom ben ik niet goed genoeg? Of waarom pikken ze mij eruit? Of waarom moet ik het slachtoffer zijn? Of ik heb het misschien ook wel verdiend of zo. Want ik ben niet leuk of zo. Terwijl als ik daar nu naartoe kijk, ja, ik neem die jongens ook niks kwalijk of zo. Heel veel mensen denken altijd van, oh, die pesters die moeten gestraft worden en aan de schandpaal daarmee. Weet ik veel. En dan denk ik van, ja, nee, want dat maakt het niet per se beter of zo. Maar waarom hebben ze het gedaan? Goh. Ik weet het niet, dat kan verschillende redenen hebben. Hè. Dat kan misschien zijn omdat ze zelf niet goed in hun vel zich voelden. Om zelf terug wat meer zelfvertrouwen te krijgen. Om mee te lopen met de groepsdruk of zo. Van stoer te willen doen. Natuurlijk ook, ja, pesten is iets wat makkelijk gebeurt. Hè. Een opmerking kan gewoon al
genoeg zijn. Hè? En dat moet wel... Als je kijkt naar ons als volwassen mensen, wij pesten ook genoeg. Hè? Kijk naar internet en alle reacties die op artikels komen. Daar staan ook dingen tussen dat ik denk, kom aan, allez, waarom doen we dit? Maar vaak is dat omdat mensen zichzelf natuurlijk niet goed voelen en dan anderen naar beneden willen halen om zich beter te voelen. Dus daarom dat ik ook altijd zeg van, kijk, ik neem je niks kwalijk. Ik bedoel, we waren jong. Ik keur het gedrag niet goed, hè, wat er gebeurd is. En natuurlijk heb ik daar ook wel van afgezien en heeft dat ook wel sporen nagelaten voor mij. Maar het is nu niet dat ik denk van, oh, die jongens, ik kan ze niet meer onder ogen komen. Of ik neem ze, ik haat ze voor mijn leven of zo, totaal niet. Want zo ben ik ook helemaal niet. Daarom ben ik ook psycholoog geworden. Als ik iedereen negatief ga bekijken of kwaad ga bekijken die over een grens gaat, ja, dan kan ik mijn job ook niet doen. Ben jij eigenlijk al jaren dezelfde? Of vind jij je om de zoveel tijd ook opnieuw uit? Als puber is dat eigenlijk de normaalste zaak ter wereld, vertelt Lotte ons. Wie ben ik? Waar wil ik naartoe? En vindt die jongen mij even leuk als ik hem? Allemaal vragen die om antwoorden smeken. Ja, dus ik ben eigenlijk geëvolueerd van, mag ik het zo zeggen, tussen aanhalingstekens het seutje naar zo de typische rebel of zo. Dan kwam zo mijn emo-periode, zodat ik zo heel veel eyeliner, zo wat Venom-broeken, zo terug wat skater-achtig, zo wat rockmuziek of dan zo drum en bass. Dus dan begon zo de stoere periode of zo. Maar dat was dan ook weer zo de compensatie van daarvoor natuurlijk, dat ik dan dacht van oké, nu ga ik heel stoer doen om er zo bij te horen. Dus dan wou ik zo bij de stoere meidengroep horen op school en dan die altijd strafstudie hadden en zo die dingen allemaal. Maar dat was eigenlijk ook totaal niet wie ik was. Want dan was dat zo van, ja, kent je dat? Was het van, ah, je bent niet stoer, want je hebt weinig strafstudie of je durft dit niet of dat niet. Maar dan deed ik die dingen en dan dacht ik van, oh, ik ben eigenlijk niet zo'n stouterik of zo. Dus ja, I don't know. Of dan ging ik dingen doen om toch maar strafstudie te krijgen. Terwijl ik dacht, allee, Lotte, waar zit je nu mee bezig? Want dan kreeg ik natuurlijk thuis van mama en papa commentaar dat ik strafstudie had. Of een opmerking in mijn agenda had. Dat was zo mijn stoute periode en dat was ook dan de periode dat ik zo eens een keer een sigaret had gerookt. Of dan zo dat je in het kruidvat waren en dan oorbellen gestolen. Dus eigenlijk was ik dan niet zo braaf. Foei, mag ook allemaal niet voor de mensen die luisteren. Nee, stelen is niet meteen de bedoeling. Maar wie toch nog even wil zwelgen in Lotte's bad girl behavior, hier de reden waarom ze nog iedere dag haar handjes kust. Doe je ogen toe en beeld je in. Zwoel wuivende palmbomen, onmetelijke zandvlaktes en een shoppingmall met zalige airconditioning. Ik was ooit in Dubai met mijn dansgroep van mijn school, want we gingen ieder jaar eigenlijk op uitwisseling om te gaan dansen in een ander land en dan bleven we daar in gastgezinnen. Maar we waren daar natuurlijk gaan shoppen, want er waren grote winkelcentra en ik was met dan een paar vriendinnetjes die in die dansgroep zaten, waren we gaan shoppen. En ik was toen 15 jaar, denk ik. Ja, 15 ongeveer. En het typische wat ik dan natuurlijk deed op die leeftijd was grenzen opzoeken. En ik had niet veel zakgeld om dingen te kopen. Dus wat deed ik dan? Ik pakte regelmatig iets mee uit de winkel. Dus ik pikte regelmatig wel iets. En dat was toen op dat moment ook, want ik was dan in de H&M in Dubai, in het winkelcentrum. En er waren zo twee t-shirten die zo samen aan een kapstok hingen. Dus die kon je per twee kopen. Maar op eentje zat een beschermingding. Dus ik had zo die t-shirt dan mee naar het paskotje genomen met onder andere ook oorbellen. En ik had dus één t-shirt zonder het kaartje aan of zonder de beveiliging aan, had ik aangetrokken onder mijn kleren. Oh nee, oh my god. In dat pashokje. En dan had ik ook nog oorbellen meegepakt en die had ik in mijn tas gestoken. Maar dat maakte dus, ik had ook nog wel iets gekocht om het niet te laten opvallen dat ik iets had gepikt. Dus dan was ik gaan afrekenen en dan ben ik heel snel naar buiten gelopen. Maar mijn vriendinnen opeens kwamen dan ook één voor één allemaal terug. En die kwamen precies ook zo panisch buiten gelopen. Dus ik zo van, oh, en ik zei, oh my god, ik heb iets gepikt. En toen die vriendin, ja, maar ik ook. Dus wij hadden allemaal iets gepikt daar in Dubai in de winkel. Maar uiteindelijk, ik zat nog altijd met de poepers, want we zaten dus voor die winkel en helemaal stressig. En ik dacht, stel u voor dat ze nu hier die camerabeelden hebben gezien of ze hebben toch iets door. Of ze zien opeens aan dat winkelrek van, oh nee, er hangt maar één t-shirt terug. Dus ik kakte wel een beetje in mijn broek op dat moment. Dus we zijn toen heel snel ook gaan lopen. En daarna hoorde ik ook nog gewoon van, ja, als je in Dubai betrapt wordt op pikken, dat uw handen blijkbaar afgehakt wordt. Ik weet nu niet of het echt was, maar ik denk het wel. Er zijn, kunnen ze wel streng zijn misschien. Maar toen dacht ik, oh my god, had ik dat geweten, had ik dat nooit gedaan.
Dus ik had toen wel echt heel veel stress. En als ik nu daarop terugdenk, denk ik waarom. Voor een stom basic t-shirtje van de H&M. Dan denk ik echt, hoe dom. En ook oorbellen die ik waarschijnlijk nooit heb gedragen. Dus dan denk ik van, ja nee, dat is echt het domste wat ik kon doen. Maar iedereen deed dat, denk ik, op dat moment. Want ja, mijn vriendinnetjes deden het zelf. Maar we wisten dat niet van elkaar. Totdat we daar dus buiten in die winkel helemaal paniek hadden. Maar ja, dat was wel even heftig, ja. Maar daarna ben ik zo wel een beetje meer mezelf of zo beginnen vinden. Dan had ik zoiets van, oké, nu weet ik wel wie ik ben. Er zat nog altijd wel een stoer kantje aan of zo. En nog altijd wel een lief en zorgzaam kantje aan. Maar ik denk dat dat zo op het vijfde middelbaar of zo was. Dat ik pas echt zoiets had van, oké, nu ben ik oké of zo met wie ik ben. Nu zit ik niet meer zo te stoer te willen doen of voel ik me niet meer te onzeker of zo. Allee, die onzekerheid heeft altijd nog wel meegespeeld. Maar ik denk zo het vijfde middelbaar, toen begon het zo rustig aan dat ik zo, hoe oud ben je dan? 17. Ja. Uiteindelijk was ik toen nog altijd wel een puber hoor, maar ik had toen wel meer het gevoel van, oké, ik ben de Lotte die ik wil zijn of zo. Ja. Ja, het lijkt erop dat wij mensen als puber vooral uitblinken in onzekerheid. Herken jij je daarin? Ik vraag het ook aan Lotte. Je hebt tenslotte niet elke dag de kans om naar een psychologe met kennis van puberzaken te luisteren. Ja, absoluut. Omdat er zoveel verandert bij jezelf, met je lichaam, maar ook gewoon in je hersenen gebeurt heel veel. Je hormonen beginnen te gieren. En ik denk dat je geconfronteerd wordt met al die veranderingen, dat dat sowieso wel eng kan zijn. En dat dat ook eng is om te zien hoe dat bij anderen sneller gaat of trager gaat. Dat er ook een heel soort van vergelijkingsdrang is naar van, ah, en die, die is al groter, of die is smaller, of die heeft daar regels wel al en ik nog niet. En die heeft al borsten gekregen en die heeft al lichaamsbeharingen. I don't know, er gebeurt zoveel waardoor dat je gaat vergelijken ook met anderen. En ik denk dat dat wel voor heel veel onzekerheid zorgt bij een jongere. En dat je ook natuurlijk op zoek bent. Nou, ja, je wordt gesmeten in een wereld en opeens moet je je eigen identiteit een beetje gaan zoeken. En dat is eng, hè, want je hebt ouders die iets van je verwachten, je hebt leerkrachten die iets van je verwachten, je hebt je omgeving die iets van je verwacht, je hebt vrienden die iets van je verwachten en uiteindelijk moet je je plaats daarin gaan zoeken en wilt je je eigen ding een beetje gaan doen en dan is dat wel moeilijk, denk ik. Dus ik denk dat onzekerheid zeker iets is wat in de puberteit heel hard opkomt, maar misschien daarvoor ook al wel in de lagere school ook wel wat kan meespelen. En ook iets is wat wel mee kan blijven spelen als je daar niet goed mee kunt omgaan of als je te veel druk of zo van je omgeving of zo krijgt. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je als jongere weet dat iedereen doorheen die struggle gaat en aan het zoeken is van waar ik naartoe. En de een heeft daar makkelijker mee dan de andere. Maar dat het inderdaad goed is om te relativeren, maar dat is moeilijk, denk ik, als jongere hoor. Ik denk, als je tegen de 14-jarige Lot had gezegd van, iedereen maakt dat door en relativeren is, dan denk ik echt van, wat is relativeren? Hallo, mensen zeggen gemene dingen tegen mij, ik vind dat niet leuk. Maar op zich, ik denk wel dat er meer bewustzijn rond moet gemaakt worden of dat er meer aandacht moet besteed worden, misschien in lessen of in de klassen gewoon, om stil te staan bij heel dat stukje. Maar ook gewoon rond mentaal welzijn in het algemeen of over praten, over gevoelens of zo. Praten over je gevoelens, dat is niet altijd simpel, vind ik. Durf jij dat, lieve luisteraar? Wist je dat maar de helft van de jongeren durft te praten over zorgen of problemen? En daar wil Warme William natuurlijk iets aan doen. Want praten over je gevoelens, dat kan pas als je het gevoel krijgt dat je je kwetsbaar kan en mag opstellen bij je gesprekspartner. Geen wonder dus dat Lotte de Warme William-campagne ondersteunt als ambassadrice. Ik vind de Warme William-campagne wel echt super belangrijk. Niet alleen vandaag de dag, maar eigenlijk is dat altijd belangrijk geweest. Hè? Dus ik ben blij dat het er is nu op dit moment, dat het in leven geroepen is. Omdat we gewoon in zo'n maatschappij leven waar de druk zo hoog ligt, waar we zoveel van elkaar verwachten, waar we zoveel van onszelf verwachten, dat het onmogelijk is om je eens niet een keer niet goed te voelen. Dus ik denk dat iedereen zich wel slecht voelt, of je nu jong bent of volwassen bent. Maar vooral jongeren, zeker omdat die met heel veel nieuwe dingen in hun leven geconfronteerd worden. Dus ik denk vandaag de dag dat er steeds meer en meer negatieve gevoelens kunnen zijn of dingen die op mensen hun lever liggen. Maar dat er ook steeds minder tijd en ruimte is om voor elkaar of zo daarnaar te luisteren of zo. Snap je wat ik bedoel? Iedereen is altijd maar bezig met zijn eigen hachje en is zo'n beetje bezig met zelf zijn eigen vuurtjes een beetje te blussen. Waardoor dat we misschien niet altijd even goed naar anderen omkijken of
ook het gevoel hebben natuurlijk, hè, we leven in een maatschappij waar alles altijd goed gaat. Alles wordt positief op Facebook gezet, op Instagram gezet. Terwijl er achter die profielen vaak meer negativiteit of verdriet of zo schuil gaat. Dus ik denk dat gewoon algemeen dat we ons vaak slechter kunnen voelen in zo'n moeilijke maatschappij. En dat het belangrijk is om daarom gewoon te leren luisteren naar iemand anders. En dus wat te vragen aan elkaar hoe het met elkaar is. Eén, omdat dat u zelf kan helpen als persoon om er voor iemand anders te zijn. Dat kan heel waardevol zijn. Maar twee, omdat je daar iemand anders mee helpt die het echt nodig heeft. En die daar misschien zelf niet over durft spreken. Of het moeilijk vindt om iemand te vinden om daarover te spreken. Omdat we net schrik hebben om afgekeurd te worden als we ons slecht in ons vel voelen. Want dan zijn we drama queens of dan kunnen we het leven niet aan of dan zijn we niet sterk genoeg. Terwijl ik het net heel sterk vind dat je kunt toegeven als het niet goed gaat. Ik denk dat kwetsbaarheid gewoon het sterkste is wat we kunnen hebben als mens. En dat dat ook betekent dat je ook heel veerkrachtig kunt zijn of zo. Dus ik denk daarom een beetje, ja, dat praten helpt en dat luisteren ook helpt. Voor alle partijen die betrokken zijn gewoon. Dat het niet alleen goed is voor de persoon die zich slecht voelt, maar ook de persoon die een warme William is, ja. Oké, Lotte, even voor de duidelijkheid. Als je voor iemand een warme William wil zijn, wat is dat nu precies? Is dat dan niet gewoon een goede vriend of vriendin proberen zijn? Met een vriend of zo kun je leuke dingen doen. Kun je voor afleiding zorgen, kun je, ik weet niet, plezier maken, die dingen. En dat zou je met een warme William ook kunnen doen. Maar ik denk dat de kern van warme William eerder is dat je er gewoon voor iemand moet zijn. En gewoon er echt moet zijn of zo. Dat hoeft zelfs niet te betekenen dat je iets moet doen, denk ik. Ik denk dat een luisterend oor bieden betekent niet per se dat je met advies moet komen of dat je oplossing moet aanreiken of van die dingen allemaal. Maar ik denk eerder dat het gaat over dat je aan iemand kunt vragen van oké, hoe is het met u? Daar gewoon volledig naar kunt luisteren zonder een oordeel te hebben en gewoon dat je niet per se zelfs antwoord moet geven of zo. Dat het al goed kan zijn om gewoon te zeggen ik ben blij dat je mij dat verteld hebt en dank u wel om dat te vertellen of zo. Ik denk dat dat veel meer doet met een persoon die daar nood aan heeft dan iemand die gaat zeggen, ja, maar je kunt dit doen en je kunt dat doen en misschien moet je dit ondernemen of, oh, komt wel goed en je moet aan positieve dingen denken. Ik denk dat niet altijd iedereen dat nodig heeft. Ik denk dat iemand die een warme William nodig heeft, eerder nood heeft aan het er eens uit kunnen gooien en gewoon zich echt gehoord voelen of zo. Want vaak blijf je alleen zitten met je problemen en je zorgen en dat het misschien wat minder gaat. En om dat gewoon even te kunnen ventileren, ik denk dat dat al een eerste allergrootste stap is om aan je mentaal welzijn te werken, om het er gewoon uit te gooien. En je zou dat kunnen doen door, ik weet het wel, gedichten neer te schrijven en die dingen. Of muziek te luisteren. Sommige mensen doen dat op die manier. Maar gewoon daar eens over babbelen met iemand is zoveel belangrijker. Dat je gewoon die warmte of die steun van iemand ook kunt voelen. Ja. Jezelf kwetsbaar opstellen. Dat moet je durven. Dat is eigenlijk hardcore jezelf durven zijn, toch? Ik denk dat het wel belangrijk is dat je ook altijd moet kunnen zeggen wat je wil tegen je vrienden of zo. Dat er wel een bepaalde openheid moet zijn. Maar de manier waarop dat je dingen kunt zeggen is natuurlijk ook belangrijk. Maar ik denk dat het belangrijk is inderdaad om gewoon zonder filter bij iemand te kunnen moeten zitten. Zonder dat die je daarvoor gaat afstraffen of zo. Ik vind dat wel heel belangrijk. Maar ik merk dat dat, toen ik jonger was, dat dat wel moeilijk was nog altijd hoor. Dat ik toch nog altijd probeerde iemand te zijn die mijn vriendinnen graag wouden zien of die mijn vriendinnen graag zouden hebben of zo. Terwijl ik dan denk van ja, nee, ik zou dat ook niet verwachten van iemand anders of zo, dat die zich anders gaat voordoen om mij een beter gevoel te geven of omdat ik die graag ga zien of zo. Dus ik denk wel dat echt pas dat besef is gekomen van ik moet me niet gaan aanpassen voor iemand, ik moet gewoon the real me zijn. Ik denk dat dat echt pas was toen ik 24 of 25 was. Als je echt volwassen wordt of zo. Als je ook echt zo wat meer met volwassen leven moet bezig zijn en echt geconfronteerd wordt met het zelfstandig zijn of zo. En van je moet je eigen brood gaan verdienen en alleen gaan wonen. Dan pas. Maar ik denk dat dat gewoon ook iets wat eigen is aan jongeren. Dat je altijd wel probeert te zijn wie dat je verwacht dat anderen van je zijn. Maar dat het belangrijk is om dat net niet te gaan doen of zo. Maar dat is moeilijk, hè? Want iedereen verwacht altijd wel iets van iemand. En de maatschappij verwacht ook altijd iets van iemand. En ik denk dat als jongere wel een enorme zoektocht is om daar een weg in te zoeken van wie moet ik nu zijn? Want volgens mijn vriendinnen moet ik die zijn. En die vinden die personen leuk. Maar mijn ouders willen net dat ik zo ben. En die willen dat ik zo ben. Dus
dat is het stukje, dat zoeken naar die eigen identiteit. En ik denk dat het belangrijk is om als jongere te weten van kijk, nu is de zoektocht misschien moeilijk en ik heb het misschien niet altijd even gemakkelijk of het is verwarrend en iedereen verwacht iets van mij. Maar weet gewoon dat het op den duur wel goed komt of zo. Dat het normaal is dat je twijfelt over bepaalde dingen of dat normaal is dat je twijfelt over wie je wilt zijn of wie je moet zijn. Ik denk dat dat belangrijk is om te weten. Want ik denk, als ik terugkijk naar de jongere mij, als er iets is wat ik die zou kunnen zeggen, dan was het echt wel geweest van doe maar gewoon je ding en oké, pas u misschien maar een beetje aan mensen rondom u of weet ik veel. Maar doe gewoon dingen wat je leuk vindt en waar je van geniet. Maar weet gewoon, hoe ouder dat je wordt, hoe meer dingen duidelijk gaan worden of zo. Het komt allemaal wel op zijn potjes terecht of zo. Dat had ik mezelf wel willen vertellen. Want toen zat ik echt wel te struggelen met van ja, maar wat moet ik nu? Moet ik nu de stoere zijn die strafstudie haalt? Moet ik nu de brave zijn die goede punten haalt? Moet ik nu de hartelijke, vriendelijke zijn die vriendelijk is tegen iedereen? Dus zo'n beetje. Dus dat was voor mij echt wel zoeken. En ik had toen echt wel willen weten van oké, doe maar gewoon wat je wilt en wat op dat moment goed voelt. En op den duur komt alles wel goed en gaat je wel vinden wie je bent als persoon. Oké, Lotte, ik denk wel dat onze luisteraars hier iets mee kunnen. En heb je nog een laatste tip om door het leven te laveren? Ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is. Kijk, we zijn mensen, wij denken. Dus we zijn continu aan het denken. Elk moment van de dag komt er wel een bepaalde gedachte in je op. En soms is dat bewust en soms is dat onbewust. Maar heel veel van die gedachten zijn dan negatief. En als jongere is dat nog meer zo, omdat je net zo in die strijd zit met jezelf. En net zo het gevoel hebt van, oh fuck, wie ben ik hier? En ik moet me hier bewijzen en ik moet graag gezien worden door iedereen. Dus ik denk dat het belangrijk is om te weten van oké, als er negatieve gedachten of negatieve gevoelens zijn, dat je weet van het is oké dat die er zijn. Ik kan daar ook niet aan doen. En weet ook van ik kan die niet controleren. Je kunt niet denken, ik mag niet denken. Want als je bijvoorbeeld zou zeggen van denk nu een minuut is niet aan een witte beer. Ja, wat komt er in je op, een witte beer? Dat is gewoon automatisch. Dat gebeurt heel onbewust. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je weet van oké, het is oké dat die gedachten er zijn, maar het is aan mezelf. Ik heb wel controle over wat ik daarmee doe of zo. Ik heb wel controle over, ga ik me laten leiden door die gedachten? Ga ik me laten geleiden door dat gevoel? Of ga ik zeggen van kijk, nee, ik ga controle nemen over dingen die mij wel gelukkig maken of zo. En ik denk dat het dan belangrijk is dat je als jongere voor jezelf gaat nadenken, kijk, ik voel me misschien soms slecht in mijn vel en soms pieker ik en soms twijfel ik over mezelf. Maar dat is iets heel normaal en dat mag er ook zijn, want soms mocht je slecht voelen. Maar ik kan niks veranderen aan die gedachte. Ik kan wel iets doen in mijn leven wat me wel gelukkig maakt. En dat je dan ook op zoek gaat gaan, oké, wat is waardevol voor mij? Wat vind ik belangrijk? Is dat vriendschap? Is dat liefde? Is dat, kan van alles zijn, is dat rust? Is dat plezier? Dat je dingen gaat zoeken die je wel inderdaad een beetje positieve energie geven. In plaats van dat je je energie laat leegzuigen door mee te gaan in die spiraal van, oh, ik voel me slecht. Dat je als jongere gaat zeggen van nee, oké, ik mag me slecht voelen, maar ik ga nu even iets doen waar ik me beter of zo door voel. Wat me wel geluk bijbrengt, wat wel waardevol is. Wat niet betekent dat je niet mocht stilstaan bij die negatieve gevoelens. Allee, ik heb soms ook momenten gehad, nog steeds, hè, als ik even verdrietig of zo ben, dat ik denk, nu heb ik gewoon een zin om even gewoon een uur melige muziek te luisteren en gewoon mee in mijn kokonnetje te zitten en even te huilen. Maar daarna ben ik ook oké, want dan denk ik, kijk, ik heb ook even wat aandacht gegeven aan mijn negatief gevoel en mezelf een beetje getroost op die manier. En dan denk ik ook, ja, dat is ook een soort van zelfzorg voor me geweest. Zelfzorg betekent niet altijd dat je altijd maar positief in het leven moet staan, maar kan ook betekenen dat je gewoon even jezelf troost en dat gevoel toelaat van dat het niet altijd goed moet gaan of zo. Ja. Het is oké om niet oké te zijn. Die neem ik mee. En hopelijk jij ook. Dat en dat praten over je gevoelens echt een verschil maakt. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je vrienden. Want je kwetsbaarheid delen verbindt. Zeg dat Lotte van Wezemaal het gezegd heeft. En aan alle warme Williams out there, blij dat jullie ook in ons team zitten. En nog iets. Ken jij iemand van jouw vrienden die deze podcast echt zou moeten horen? Share and scare, nietwaar? In ieder geval, graag tot een volgende aflevering van Warme William Luistert. Check ook gerust onze vorige afleveringen. En voor updates, volg Warme William op onze socials. Tot de volgende! Warme William Luistert.